Welkom bij een nieuwe video. We gaan naar Enschede Zuid, Westerbrink, naar Glanenbrug via een klein omweggetje. En we starten als deze auto weg is. Ja, zo kan het ook. Zoals gezegd, welkom. Dit is mijn Aprilia. Dit ben ik. Na een dikke kilometer goed afstand gehouden te hebben, komen we bij deze kruising. Naar mijn inzicht was het vrij genoeg. Links was vrij en rechts kwam nog één auto aan. Dus ik ging ervan uit dat die auto voor mij ging oprijden. Maar ja, dat deed hij niet. Hij begon weer te remmen. Nou, dat denk je even in te gaan halen. Oeh, wacht even, daar zie ik in één keer nog achter de reclameborden weggesteld voetgangers op het fietspad zien lopen. Dus ik breek de inhaalactie maar weer af. Even wachten tot ik goed zicht heb naar de bocht. En nu kan ik ze voorbij. Ik ga dadelijk linksaf in de bocht en ik heb officieel voorrang op de rijbaan waar dat busje vandaan komt. Maar heb ik zoiets van, ik rijd toch al langzaam en waarom hem niet voor laten gaan, dus ik laat hem even voorgaan. En dan word je bedankt en daar doe je het voor. Dat maakt mijn dag weer goed. Ja, zwart ijs, black ice. Pas op, kan glad zijn in de bocht, Wim. Even opletten. Geef deze auto maar even voorrang, laat hem lekker voorgaan. Kun jij rustig aan zelf je tempo bepalen. Ik neem op deze rotonde de tweede afslag. Dat is linksaf. Dus dat houdt in, ik doe eerst mijn kniplicht aan naar links. Pas bij de laatste afslag, als ik mijn rijstrook voorbij ben, dan pas doe ik de kniplicht naar rechts aan. En vergeet daarbij niet de schouderblik. Ik blijf het herhalen. Die schouderblik, ook als je van rijstrook verandert, je gaat instap op een dubbele rijstrookbaan. En na het afslaan wil je terug naar de rechte rijstrook. Vergeet vooral niet die schouderblik. Dat kan je zoveel ellende besparen. En waar kan remmen bij oranje? Let daarbij wel op dat je eerst in je spiegels gekeken hebt of er een auto direct achter je zit en dat je de ruimte hebt om te remmen. En even opletten of die weer op groen springt, hè? Let op die fietser.
Ik weet niet of hij direct achter die bus uitkomt of dat hij via de stoep gaat. Hey, kijk, een Volkswagen Golf fiets, 201 kap. Mooi carrosserietje eroverheen. Straat, de 30 kilometer zone. Een bouwzone met een 30 kilometer zone. Volgens mij is het beter een bordje kunnen plaatsen. Let op, bouwverkeer. Veel van deze auto's staan uit de wacht om links af te slaan de singel op. Ik wil rechts af de singel op, maar ik ga niet wachten. Ik ga niet over de stoep rijden, ik ga niet tegen het verkeer rijden. Dus ga ik één straat eerder naar rechts om vervolgens naar links te gaan en dan rechtdoor over te steken de Lippenkerkstraat in. De Lippenkerkstraat wil ik eigenlijk via de singel rechts af en links afnemen, maar ik ga niet in de rij staan wachten, vertik ik. Ja, doe maar, wil voorrang. Come on, ga ze rijden man, er komt niks aan, er is niks. Ik zit al achter om te kijken of ik iets in mijn spiegels gemist heb. En waar ik normaal linksaf zou slaan op de singel om de Lippenkerkstraat in te draaien, rijd ik nou gewoon rechtdoor om de Lippenkerkstraat door te rijden. En ik hoef nog niet eens te wachten. Haha. Yo, jij rijdt via mijn weghelft, rijd jij de bocht door en kijkt mij aan, raar aan, dat jij mij bijna aanreed. En niet andersom, hè. En zoals we vaker, gewoon weer even rustig voorrang geven. Ik weet niet of ik voorrang had of dat ik het niet heb. Maar ik geef het gewoon, omdat het gewoon veel prettiger rijdt. Gaan we hier naar rechts en meteen naar links. En nadat ik het kniplicht aangedaan heb naar links, steek ik ook mijn arm uit om aan de auto duidelijk te maken dat het niet een doorschieter is met mijn kniplicht per ongeluk. Want een kniplicht laat je per ongeluk aan, maar je arm uitsteken doe je niet per ongeluk. Niks te melden, gewoon een mooie oude spoorbrug. Ook hier, kniplicht aan naar rechts, even laten mijn arm uitsteken en door mijn arm kunnen ze zien dat ik ook echt rechts afsla, kunnen hun doorrijden, ik kan doorrijden, iedereen happy. En bij een tweede keer rechts afslaan, ook de tweede keer je kniplicht aandoen, is wel zo prettig. Vooruit kijken. Ver vooruit kijken, zegt iedereen altijd. Nou, ik kijk wel ver vooruit. Ik buig nog eventjes mijn lichaam naar links toe om te kijken of ik nog ergens in kan parkeren, maar ik zie verder niks. Dus ik wacht eventjes in alle rust. Twee auto's voorbij zijn en dan kan ik rijden. Als kinderen het internationale gastergeefteken geven, ja, dan moet je toch. Ja, mijn brommer is niet zo indrukwekkend met reffen.
Dus ik hou de koppeling, ik speel een beetje met de koppeling. Ik vind die kinderen net zo leuk. Sorry mevrouw, sorry. Maar die kinderen vroegen om, ah, geef gas meneer, geef gas. Ja, dat kan ik het niet laten. Maar weet je, ik had de richting aanwezig gegeven met de haarschoen en dan druk ik niet goed genoeg. Ja. En voor die achterkom, dan kan ik niet zien. Dus nee, maar ik reed sowieso rustig, ga ik wel deze kant al uit, dus ik bleef sowieso achter. Maar dat is inderdaad, okay. Ik heb het ook al met mijn knipperlicht. Voel je niet lekker met de handschoenen? Oh, weet je, die is zo'n knopje. Zie, nou doet dat wel. Maar als niet goed druk met de schoenen, dan gaat het niet over. En met die zonde gaat het niet. Het moet eigenlijk gewoon een omkliksknopje blijven. Nee, gewoon om of uit. Dat kan niet, die liggen alleen maar daar. Dus ja. Het is een heel ander systeem, hun is goed moeten. Geniet van uw dag. Oké, dank u. Aan de ene kant een beetje aan de vroege kant, maar ik doe mijn knipperlicht altijd aan voordat ik de bocht indraai. Want dan weet ik zeker dat de automobilist achter mij, als er eentje zit, hem mijn knipperlicht heeft kunnen zien. Ja, moeders met kinderen krijgen bij mij altijd voorrang. Het verkeer achter mij wacht maar. Ook deze twee zullen wij maar voorrang gaan verlenen, anders gaan ze in plaats van linksaf toch maar rechtsaf. Doodlopend, uitgezonderd fietsers en bromfietsers. Kijken die modder joh. Oh, wie is daar verantwoordelijk voor? Oké, hier heb ik een paar borden. Dat bord, fietsers en bromfietsers, voor welke is dit? Is dat voor dit stukje? Of is dat voor het wasliggende fietspad? Is dat voor het komende deel? Hier zie ik niks, een bord van verboden voor brommers of doorlopend voor brommers of alleen maar 30 kilometer zone. Hier hangt alleen maar doorlopend voor al het verkeer. Nou, dan rijden we een stukje verder. Dus dit is doodlopend voor al het verkeer. Hier rijdt het voetbalveld op. Hier rijdt het voetbalveld op. Hier rijden we Enschede binnen, vervolgens rijden we lekker door. Hebben we hier een fietspad. Maar de achterkant is ook een fietspad, dus waar ik net op gereden heb, is een fietspad. Op een fietspad mag ik met de brommen niet komen. Ik mag alleen op fiets- en bromfietspaden en fietssuggestiestroken. Het laatste stukje is weer alleen maar een fietspad. Hier is dan weer het einde fietspad. Nou, hier aan de achterkant hetzelfde.
fietsers uitgezonderd. Aan de andere kant staat een bordje fietsers en bromfietsers. En dan staat een bordje met helemaal niks. En ja, soms moet je gewoon puzzelen. Nou, gaan we nog even een paar achtjes oefenen. En ik heb een paar extra pionnen erbij staan. Zodat ik ook echt lekker die wijde bochten neem. Niet om die middelste twee pionnetjes heen draaien, nee. Gebruik maken van de ruimte die je hebt.